Vrijwilligers van het stembureau in Ermelo die voelen zich keihard in de steek gelaten. Ja, jarenlang zorgden ze ervoor dat mensen gewoon netjes konden stemmen tijdens de verkiezingen. En het is ieder jaar of iedere verkiezingen ook weer een hele klus om genoeg vrijwilligers te verzamelen. Dus je zou denken, ja, gemeenten die knijpen in de handjes als ze genoeg vrijwilligers hebben. Maar in Ermelo is het nogal misgelopen in de communicatie. De Telegraaf schrijft daarover deze ochtend. Dorpsruil in Ermelo over stembureau. Vrijwilligers voelen zich afgeserveerd. Daar kregen de 26 voorzitters van de stembureaus namelijk ineens te horen dat er ambtenaren aan de slag gaan op hun plek bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. De gemeente heeft daartoe besloten vanwege de lange dagen die de vrijwilligers draaien om te voorkomen dat ze daardoor afzwaaien. Maar ja, er is nog nooit kritiek geweest op het functioneren van die stembureauvoorzitters en die vragen zich dus af, ja, waarom zijn we ineens te min? Ze begrijpen deze keuze totaal niet. In het dorp wordt geklaagd over de trage afhandeling van reguliere dossiers, zeggen zij. Ja, dan moet je overbelaste ambtenaren niet van hun werkplekken halen om ze een verkiezingscursus te geven. Nou, ze peinzen er niet over om in een andere rol dan voorzitter terug te komen. Ja, en de burgemeester zegt, de communicatie is ongelukkig geweest. We gaan het evalueren, maar niet voor de verkiezingen, want dat redden we niet meer. Je snapt het helemaal. Toch? De Telegraaf zit aan tafel, ja. Dus... Ik heb wel eens mensen gesproken die dan van die hele lange dagen op zo'n stembureau zitten. Maar die kijken daar echt naar uit. Hè? Dat is echt een feest voor hen. Ik ken die mensen ook. Om zo'n dag daar te zijn en al die mensen langs te zien komen. En als dat je ontzegd wordt, dan is dat een klap in het gezicht, kan ik me zo voorstellen. Zeker. Nou, zo ervaren ze het in ieder geval. Dan gaan we naar het weer.